Iedereen kent de kastanjefabriek in Eibergen op het moment dat men over de Berkelbrug is en richting Haaksbergen-Enschede gaat. En die fabriek is door Jean-Baptiste Paul Bouquier gebouwd in 1834. Hele rare plek eigenlijk, aan de noordzijde van de Berkel. Terwijl er helemaal geen vaste oeververbinding was, nog met de Berkel. En dat is dus ook de reden geweest dat Bouquier zich heeft ingezet om een brug over die Berkel te krijgen. Tot dan toe was er alleen maar een voetgangersvonder. Een vonder dat eigendom was van de Mark van Mallem, maar dat was natuurlijk veel te smal en niet bestemd voor het vervoer van textielgoederen, de bezigheid van Bouquier. Nou, in 1837 kwam die brug over de Berkel tot stand. En dat was nogal een heel bijzonder begin. Want de brug is in de nazomer van 1837 gereed gekomen en in december is er een grote Berkelvloed ontstaan. En omdat de provincie en het Rijk te weinig geld beschikbaar hadden gesteld om een extra doorlaatbrug in de huidige Twente-route te bouwen, stuwde het water enorm tegen die dijk op, met als gevolg dat de nieuwe brug bijna weggespoeld werd. En in dat was vlak tegen kerst. En toen heeft burgemeester Koens, die er ook net zat, zijn burgers bij elkaar geroepen. Hij spreekt over manschappen. Koens was een oud militair. Om de dijk te redden. Nou, de brug is daarna hersteld. En dat was ook het allereerste begin van wat wij nu de Twente-route noemen. Bouquier, die had daar natuurlijk gemak van, want de meeste arbeiders uit zijn fabriek die kwamen natuurlijk uit Eibergen. Zo'n 100 tot 170 mensen hebben daar gewerkt. Het was de eerste grote textielfabriek. Modern was die fabriek, omdat die heel veel mensen bij elkaar zette. Dus concentratie van mens en machine. Maar ouderwets, omdat het nog geen stoomfabriek was. Wat ook van belang is bij die hele Twente-route is dat het een doorbraak is geweest in het tot dan toe altijd oost-west gerichte verkeer. Dit was natuurlijk een agrarische regio bij uitstek. De boeren of hun eigenaren die verkochten graan, het belangrijkste product hier, op de markten van Zutphen en Deventer. Dus het verkeer ging altijd van oost naar west. Eind jaren 40, Bouquier zat hier toen nog. Was hij ook gangmaker van de aanleg van een grindweg van Haaksbergen op Groenlo aan. Hij pleitte ervoor om een grindweg aan te leggen tussen Haaksbergen en Groenlo, om die plaatsen ook bereikbaar te maken voor het grotere vrachtverkeer dat toen uiteraard per paard, met paard en wagen ging. De Berkelschipperij, die er ook wel was, die was echt van ondergeschikte betekenis. Die weg, de nieuwe Twente-route, zal ik hem maar voor het gemak maar even noemen, de grindweg, die werd pas in de jaren 50 van de 19e eeuw aangelegd. En ook daar, nogmaals, was Bouquier een belangrijk initiatiefnemer van, maar hij heeft hem niet meer meegemaakt. Want in 1855, op 2 december, zondag 2 december, kwam hij plotseling te overlijden tijdens een mis in de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk van Eibergen. Hij overleed in de kerk aan een beroerte. Hij was van geboorte Zuid-Nederlander, een Belg zouden we nu zeggen. Hij is hier gekomen in 1834 met veel subsidie van de Nederlandse Handelsmaatschappij. Dat was een project door de koning Willem I in 1824 opgezet om de industrialisatie te bevorderen, met name de textielindustrie. Daar profiteerde het zuiden vooral van, de zuidelijke Nederlanden, België nu. Maar goed, door de afscheiding was dat allemaal voorbij. En er zijn, omdat Nederland natuurlijk ook de koloniën meenam door de noordelijke Nederlanden, gingen een flink aantal Belgische textielfabrikanten ook naar het noorden. En Bouquier was er daar één van. En vanaf 1833 zijn activiteiten waarneembaar, vooral in Twente, Nijverdal, Goor, een weefschool. Nou, en zodoende is Bouquier hier terecht te komen. De blijvende verdienste van Bouquier is geweest dat hij in Eibergen de industrialisatie moderne stijl
op gang heeft gebracht en vooral ook de grote initiator is geweest van de Twente-route, de Noord-Zuid-verbinding, die dan tussen nu en enkele jaren wordt vervangen door een nieuwe N18 ten westen van Eibergen, maar ook weer een Noord-Zuid-verbinding.